Vanaf de scooter is te zien dat het festivalterrein steeds meer smoel krijgt. Het wordt steeds voller, hè? Steeds gezelliger. Het ziet er ongeorganiseerd uit, maar het loopt allemaal super strak. Gino Spijkerman is een van de mensen die de opbouw begeleidt. Ik doe de siteproductie voor consultatie, wat inhoudt de inrichting van het terrein, zoals toiletten, kleedkamers, tenten, backstage. Op goede plek zetten en voorbereiden, dat soort dingen. En alles gaat naar wens? Alles gaat fantastisch naar wens, ja. We zitten erg voor op schema, voor het schema hebben en het gaat lekker. Goed weer, het scheelt heel veel hier. En dat weer kan het festival komend weekend maken of breken. De organisatie gaat voorlopig uit van een stralend zonnetje. Maar als het dan toch gaat regenen... Festivalbezoekers weten dat het een openluchtfestival is. Wij communiceren ook constant via de site en via Twitter met mensen van... neem voldoende regenkleding mee. Maar vooralsnog ziet het er niet zo dramatisch uit dat we echt de noodscenario's uit de kast moeten halen. Tijdens het festival heeft de organisatie een eigen weerman.